Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 22 februari. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik zit nog steeds heel vol. Mijn neus is nog steeds onwijs verstopt. Het wordt er niet beter van. Dus ik ga straks even proberen een dropje te nemen. In de hoop dat die keel wat verzacht. Ja, doet het niks voor mijn keel. Is een dropje sowieso lekker. Ik hoop dat dat wat doet. Maar ik moet even een heel lang staartje bestellen. Want ik heb wederom een tekorten voor mijn piercing. Het is een beetje lastig. 9 mm lijkt dan heel lang, maar het is gewoon eigenlijk te kort. En ik heb even gevoeld bij mijn andere piercings. En eigenlijk zitten bij alle piercings bij mij wel wat speling, doordat er wat meer ruimte in zit. Ja, het is voor mij zo lang geleden dat ik nieuwe piercings heb gekocht, dat het voor mij echt weer eventjes kijken is van, oh ja, wat doe ik nou goed? Nou zijn die staafjes bij helemaal heel goedkoop hoor, maar de verzendkosten zijn hoger zeg maar als het piercingetje zelf. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie, maar ja goed. Ik weet gewoon uit het verleden dat ik daar ook een beetje mee heb zitten struggelen. En dan hoop ik echt dat ik hem er van het weekend in krijg. Want ik heb nu het ringetje er maar weer ingedouwd. Maar ja, het is gewoon niet fantastisch. Maar ik heb wat dat betreft een beetje grove... Ja, ik heb zeg maar lange vingers en ik heb geen dikke vingers. Maar ze zijn een beetje grof. Dus soms is het priegelen een beetje moeilijk. Eigenlijk moet je iemand hebben met hele fijne vingertjes. Nathalie heeft hele fijne vingertjes, maar die zie ik voorlopig niet. Dus dat gaat hem niet worden. Dus ik ga het gewoon zelf proberen. Ja, anders zou ik het maandag aan mijn vader kunnen vragen. Maar ik weet niet of hij het kan. Want met alle respect, hij heeft nog denk ik grovere vingers dan ik heb. Dus ik denk niet dat dat lukt. Maar goed. Ik heb gisteravond Married at First Sight gekeken. Was op zich wel weer heel leuk. Maar ik zag het voorstukje voor vanavond. En daar blijkt toch wel wat trubbel te zijn. Dus ik ben wel benieuwd. Dus dat heb ik lekker gekeken. Ik moet zeggen, goede tijd is momenteel ook best wel spannend. Ik heb daarna mijn vlog afgemaakt. Ik hoop wel dat die geüpload wil worden. Want er zal copyright op zitten. Omdat ik natuurlijk dat optreden erin heb zitten. Maar dat ga ik wel zien met uploaden vanavond. Ik heb mijn foto's bewerkt. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. En daarna Dr. Tinus. Dat was even wennen. Want ik zit nu in het laatste seizoen. Het was ineens heel anders. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat verder gaat verlopen. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik mijn boek gelezen die uit. Dus ik mag vanavond weer met een nieuw boek beginnen. Dus wat dat betreft allemaal wel weer positief. Alleen dat ik mezelf nog niet helemaal topfit voel. Maar dat komt ook wel goed. Ik had laatst eventjes een koelkast schoongemaakt. Dat heb ik even voor jullie gefilmd. Dat zal ik jullie even laten zien. En ik wil even mijn vloerkleed gaan opfrissen. Ik heb momenteel waspoeder. Ik heb normaal eigenlijk altijd vloeibaar. Maar ik had nu een keer poeder gekocht. Dat was van de Omo. Toen een keer zo'n aanbieding. Een hele grote doos voor de witte was. En die wil ik eigenlijk eventjes, dat waspoeder wil ik eventjes lekker in mijn vloerkleed strooien. Het wordt ook wel aangeraden met baking soda, maar dat heb ik niet. Dat ga ik lekker instrooien. Laat ik even intrekken en dan ga ik de nagels stofzuigen. En als het goed is, ruik je vloerkleed alweer helemaal fris. Dus dat wil ik eigenlijk wel eventjes gaan doen. En eventjes een wasje aan. Ik heb er al eentje gedraaid. Die heb ik vannacht aan laten springen. Maar mijn wasmand zit zoveel dat er eigenlijk nog eentje bij moet. Dus dat ga ik wel eventjes doen. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. Ik denk daarna nog even bullet journalen. Maar eerst maar even zorgen dat de boel weer schoon wordt. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Dus tijd om aan de gang te gaan. Live a life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me.
think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray. Zo, klaar. Nou, dat vond ik echt wel heel fijn, dat klinkt. Ik vind het gelijk altijd heel lekker fris ruiken. Ik weet niet of jullie er wel eens ervaring mee hebben of dat jullie het op deze manier hebben gedaan. Ik deed het eigenlijk vroeger heel vaak zo. Maar omdat ik de laatste tijd eigenlijk nooit meer wasmiddel in poedervorm had, deed ik het dus niet. Ja, ik zou de volgende keer als ik het weer een keer doe, zou ik het van tevoren ook even lekker willen schoonmaken, weer met schoonmakerzijn. Maar daar had ik nu eigenlijk niet echt de puff voor. Maar ik heb alles wel weer lekker schoon. Dus het voelde meteen heel fris aan. Lekker weer gedweld. Ik heb alweer een was klaar. Die heb ik even opgehangen. Want de droger zit nu vol. Er zitten nu de handdoeken in. Ik denk, nou, het was niet heel veel. Ik hang hem wel eventjes uit. Dus dat is ook weer gebeurd. En ik ben heel erg onder de indruk. Want ik ben dus nu begonnen met het gebruiken van die wattenschijfjes. En ze worden bij mij dus gewoon wit. En heel veel mensen die zeiden van ja, even kijken of ik dit met één hand kan. Wacht even. Heel veel mensen zeiden dus dat ze bij hun grijs uitsloegen. En dat zag ik dan ook echt op de foto's. Dus ik dacht, nou, misschien worden ze wel grijs. Maar ik heb ze gewoon bij de witte was gedaan op 40 graden. Ik heb er ook nog een schep van die vlekverwijderaar in gedaan. En bij mij zijn ze eigenlijk mooi wit gebleven. Dus dat vind ik wel heel fijn. Ik dacht eerst dat ze op 60 konden. Maar ik durfde het toch niet aan bij de handdoeken in te doen. Ik denk, ja, zometeen gaan ze krimpen of zo. Dat is natuurlijk niet handig, omdat er ook 40 graden op stond. Maar dat is in ieder geval lekker gebeurd. Ik heb nog even lekker gebullet journaled. Ik heb eventjes weer lekker wat verhalen geschreven. Zodat ik weer een beetje bij loop. Ik heb nog wat dingetjes uitgeknipt die ik wilde gebruiken daarvoor. Dus ook allemaal weer lekker klaar. Ik heb ook nog wat zwarte vlekken op de vloer weggeschuurd. Ik had in de keuken wat zwarte vlekken. Die waren vooral bij de wasmachine op de vloer. Dus ik dacht, nou, die ga ik ook maar eens even proberen schoon te schuren. Want ik was er al een paar keer met het dweil overheen geweest. Dat lukte niet. Met schuursponsje had ik het zo weg. Dus dat ziet er ook weer prima uit. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Het zijn toch weer van die kleine klusjes. Ik had van de week bijvoorbeeld al eventjes mijn bestekla weer helemaal schoongemaakt. Het zijn van die kleine klusjes die eigenlijk heel weinig tijd kosten. Die je dan zo even makkelijk tussendoor kan doen. Dat vind ik altijd wel fijn. Dus ik ben blij dat die zwarte vegen er in ieder geval ook weer af zijn. Dus ja, op zich gewoon een prima middagje. Ik heb net eventjes lekker een paar dropjes opgegeten. Maar het zijn best wel zachte dropjes, dus je bijt ze heel snel kapot. Dus ik moest nu echt tegen mezelf zeggen, nee, je moet hem nu even opzuigen. Maar het is ook wel gelukt. Ik ga nu zo meteen nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is er weer gewoon Married at First Sight, dus dat ga ik weer kijken. Misschien nog even een spelletje doen, maar dan moet ik even kijken. Ligt er ook een beetje aan hoe de hoofdpijn en wat is. Ik ga de thumbnail maken, de vlog op uploaden en dan ga ik mijn blogpost schrijven. Misschien nog even een persbericht inplannen, want er staat een heel leuk persbericht als je binnengekomen van Catrice. Die wil ik eigenlijk ook nog even proberen in te plannen. Dan ga ik lekker verder met mijn Netflix serie en daarna weer met Dr. Tines. En dus vanavond een nieuw boek uitkiezen, dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Ik ga nu in ieder geval niet heel veel meer doen dan eventjes lekker relaxen, want ja, ik zit helemaal verstopt. Dus ja, voor nu is dat gewoon even beter. En heel veel praten is ook niet heel erg lekker. Maar goed, ja, vloggen zonder praten is natuurlijk niet gezellig. Goed, ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Dan een hele goede middag op deze donderdag. Het is 23 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik voel me minder benauwd gelukkig. Dus ik denk dat het al wel een beetje aan het oplossen is allemaal. Maar mijn stem valt af en toe nog wel een beetje weg. Dat zul je horen. Maar voor de rest, ik heb gisteravond nog even een keelsnoepje genomen. Ik heb ook het idee dat het wel werkt. En die dropjes doen ook wel goed. Dus wat dat betreft, denk ik wel dat het de goede kant op gaat. Ik heb gisteravond weer Married at First Sight gekeken. En het loopt ook al een beetje ten einde. En het is ook prima. Ik vrees wel dat er nog maar weinig koppels zijn die het gaan redden. Ik vond Loes en Wigian een superleuk koppel. Maar ja, het samenwonen, dat vlot eigenlijk ook niet echt. Want ze komen dan of voor één nachtje bij elkaar of voor één dagje. Omdat zij bijvoorbeeld het moeilijke vrij kan nemen van haar werk. En toch ook wel heel erg haar eigen ruimte nodig heeft.
En ik moest even mijn batterij verwisselen, want die was leeg. Zij heeft ook een beetje wat moeite er meer mee, want zij heeft een vriend verloren in een relatie. En dat is natuurlijk, lijkt me heel zwaar. Ik bedoel, ik kan er gelukkig geen voorstelling van maken, want ik heb het nooit meegemaakt. Althans, niet in het verliezen van dat iemand overlijdt, zeg maar, waar je mee in een relatie zit. Alleen, ik vraag me wel een beetje af, is Married at First Sight het goede programma voor zo'n iemand? Omdat alles toch in een rap tempo gaat. Hè? Je gaat eerst trouwen op een huwelijksreis, je kent iemand nog helemaal niet. Dus dat is wel lastig. En ik ben toch bang dat zij uiteindelijk over hem heen zal lopen. Omdat hij echt heel goeieg is en heel begripvol. En het is super mooi, maar ik ben toch bang dat hij daardoor een beetje onder bedolven wordt. Ook de plannen gaan niet zo lekker meer. Nee, dat is eigenlijk ook wel voor die ene ook wel een beetje klaar. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder afloopt. Er is gewoon één kandidaat waar ik me gruwelijk aan irriteer. Omdat hij gewoon hele flauwe grapjes maakt. Zijn manier van praten staat me niet aan. Hij vindt zichzelf heel grappig. Je ziet af en toe zijn vrouw ook echt denken, ja, wat moet ik hier nou wel mee? Dan zie je er een beetje ongemakkelijk lachen. Ja, ze hebben het wel heel leuk samen, maar ik ben een beetje klaar met hem. Maar goed. Ik heb mijn vlog geüpload. Ik heb mijn blogpost geschreven. Ik heb alvast een persbericht ingepland van Catrice, een hele leuke. Dus dat is allemaal top. Dan ben ik lekker mijn Netflix serie gaan kijken vanavond. De laatste aflevering vind ik wel jammer, want het is een hele goede serie. En daarna weer Dr. Tinus, dus dat was het ook wel. Ik ben een nieuw boek gestart, ook wel leuk. Dus wat dat betreft allemaal prima. De planning voor vandaag is dat ik alvast een video ga opnemen voor volgende week. Ik zie volgende week geen mogelijkheid om dit te doen, omdat ik maandag naar het ziekenhuis moet. Dus de klusjes die ik normaal op maandag doe, die schuiven op naar de dinsdag. Dus ik weet gewoon niet wanneer ik het anders moet doen. En dan werk ik liever even in het voren. Kijk, ja, ik zou het kunnen redden als ik heel vroeg mijn bed uitkom. Maar ik ben er ook gewoon heel eerlijk in. Ik ben geen ochtendmens, dus dat is voor mij geen optie. Ik bedoel, als ik eruit moet zijn, dan ben ik eruit. Zoals afgelopen zaterdag ging de wekker ook heel vroeg. Dan ben je er gewoon uit. Maar ik heb dan wel gewoon een braknacht. Omdat ik gewoon niet in slaap kom, omdat ik weet dat mijn wekker vroeg gaat. Ik ga me er te veel op focussen, dus dat is gewoon heel lastig. Maar nee, ik ben ook niet iemand die in, als het ochtend is, dan sta ik ook absoluut niet gelijk aan. Ik ben echt zo iemand van, laat me maar eventjes rustig wakker worden. Ik zou ook niet iemand moeten hebben die dan gelijk, goedemorgen en dit en dat. Ik heb zoiets, mij in de ochtend niet bellen. Maar goed, dat is eventjes dat. Dus ik moet zo eventjes de pompon aan mijn slof naaien, want die is eraf gegaan. Dat vind ik toch wel leuk. Dus ik ga even stofzuigen, de boel doen. Stofzuigen, kattenbakken scheppen. En dan ga ik video opnemen, even een pompon eraan maken. En dan ga ik eventjes proberen de verder met die plaat waar ik mee ben begonnen, zeg maar, voor de inktkussens weer eventjes verder af te maken. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus dat is de planning. Ik ga jullie meenemen. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Deze is weer af, dus die gaat nu even mooi drogen. Maar wel weer fijn dat die af is, dus ja, daar ben ik ook wel weer blij mee. Zo, ik ben best wel productief geweest. Ik heb mijn video opgenomen. Ik heb mijn
pompon er weer aangemaakt. Die bungelt er weer aan. Maar ik heb eventjes dus de kleurkaart afgemaakt. Dus die laat ik nu even goed drogen, want soms gebruik ik toch iets te veel lijm. Ik ben eigenlijk op zoek naar lijm. Ik weet dat nog van vroeger. Vroeger kocht je bij de Bart Smit van die potjes met lijm. Dat was van die witte lijm. Er zat dan een kwastje bij. Dat werkte heel fijn. En eigenlijk zou ik zoiets graag weer willen. Maar ik weet niet zo goed welke merken zoiets hebben. En ja, bij een hobbywinkel zul je het best wel kunnen kopen. Maar vroeger kocht je dat dus in een speelgoedwinkel. Dat vond ik altijd wel heel fijn. Maar goed, voor nu is het in ieder geval weer af. Ik wil ook kleurkaarten gaan maken van de nieuwe stempels. Maar misschien is het leuk om daar nog een video over te maken. Ik krijg maandag natuurlijk mijn laatste setje en dan heb ik het compleet. Dus dat is ook wel leuk. Alleen er zit papier vast in mijn uitdrukdingetje. Dus dat moet ik even loskrijgen, want nu kan die niet meer drukken. Dus nou ja, goed. Daar moet ik eventjes nog naar kijken. Ik ga nu zometeen in ieder geval even lekker relaxen. Ik ben heel blij dat ik straks een soepje heb. Want ik had gisteren ook echt helemaal geen zin in eten. Ik heb wel wat gegeten, maar je eetlust is gewoon een stuk minder. Dus ik ben wel heel blij dat ik nu voor de soep heb gekozen. Dat ik dat gewoon al had uitgekozen. Net of het zo had moeten zijn. Dus dat is wel heel fijn. Straks in ieder geval eventjes lekker warm douchen. Vanavond eventjes meester Frank Visser kijken. Volgens mij best wel heftig als ik het voorstukje zag. Maar je hebt ook Ajax, dus dat wil ik natuurlijk ook kijken. Ik weet niet of dat heel veel wordt, want het is weer volgens mij tegen een best wel moeilijke club. Maar dat gaan we wel zien. Ik ga mijn foto's bewerken. Ik ga mijn allerlaatste aflevering van mijn Netflix-serie kijken. En daarna ga ik tot de tieners kijken. Dus dat wordt ook verder de avond wel. Dus niet heel spectaculair of wat dan ook. En vanavond weer lekker verder in mijn boek. Maar goed, voor nu in ieder geval is dat dus even de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik... Ja, de energie is er bij mij nu gewoon een beetje uit. En dat komt toch wel door die verkoudheid. Dus even tijd voor rust. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is vandaag, als het goed is, 24 februari. Ja, ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een video opgenomen. En nu ga ik zo meteen boodschappen doen. Want ik zat even te twijfelen, ga ik het allemaal redden? Maar ik heb het allemaal gered. Dus dat was heel fijn. Dus zometeen de boodschappen. Ik heb gisteravond gekeken naar meester Frank Visser. Dat was ook wel weer 1-0 ellende. Weer twee buren. Eerst gingen ze goed met elkaar om. Tot de buren erachter kwamen. Want ze kwamen uit Syrië dat de buurvrouw haar geld verdiende door dingen voor de webcam te doen. Dat viel natuurlijk niet in goede aarde. Er werd tomatensaus naar elkaar gegooid. Water uit het toilet werd naar elkaar gegooid. Het was echt allemaal ellende. De buurvrouw had heel erg last van het lopen van de bovenburen. Uiteindelijk moesten die nu sloffen gaan dragen en echt wel rekening met elkaar houden. Maar ja, ik zeg ook altijd wel, je hoort van je buren altijd wel wat. De buren zullen mij horen, ik hoor ook mijn buren. Dus ja, dat zijn wel lastige zaken, maar het is uiteindelijk weer opgelost. Ik heb Ajax gekeken, nou dat was echt 1-0 drama natuurlijk, want we hebben verloren en dat had ik al wel een beetje zien aankomen, want ik zag niet dat ze dit zouden winnen tegen deze ploeg. Dus dat was lastig. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik ben daarna de laatste aflevering van mijn serie gaan kijken. Het was echt super spannend. Ik vind het heel jammer dat deze serie nu over is en het eindigde weer zo anders dan dat ik had verwacht. Dus ik werd weer hier echt... Hier zijn wat tv-programma's. Serie niet mee bemoeien. Heel erg verrast door de uitkomst. Dus dat was wel spannend weer. En daarna Dr. Tienes. En Dr. Tienes, ik ben nu bij seizoen 6, die schijnt een beetje in te dammen, zeg maar. Waar hij altijd een beetje de grove man was, schijnt hij in seizoen 6 een beetje een zachtere kant te krijgen, heb ik het idee. Dus nou ja, goed, we gaan het meemaken. Ik ga even stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik straks boodschappen doen. Dus ik zie jullie sowieso weer als ik terug ben. Maar dat was voor eventjes voor nu eigenlijk alles. Ik heb wel gisteren lekker mijn soepje gegeten, dus dat was op zich wel fijn. Maar goed, ik ga nu eventjes mijn boeltje doen en dan straks de deur uit. Dus ik zie jullie weer als ik terug ben.
Ik ben weer lekker thuis. Het is bijna 3:30. 3:56 is het. Dus mooi op tijd. 1:30 was er iets na 1:30. Het was koud buiten. Het was niet warm. Ik heb eventjes een kattenbakvulling gekocht. Ik heb eventjes een zak bij de Boni gekocht. Want ik wist niet of ik het nog genoeg had. En we redden het nu niet om naar de Welko te gaan. Ze had ook de auto vol, want er was een soort winterfeest. Daar was ik overigens ook voor uitgenodigd. Maar ik kon daar sowieso niet heen, omdat ik geen vervoer heb. Ze had een shoebak achterin staan. Ik moet niezen. En als ik er wel had heen gekund, had ik het nu sowieso niet gedaan. Omdat ik niet top fit ben hoor. Maar we konden dus even niet naar de Welko. Ik heb even 3 flessen met spaarrood. Ja, ik noem het altijd spaarrood, maar het is gewoon het eigen merk van Lidl. Want ik merk nu met die keel, vind ik het lekker om water te drinken. Maar ik ben niet zo gek op het kraanwater, want ik heb hier heel hard water. Dus ik heb dan liever spaarrood. Ik heb even een pak met chocomel gekocht. Bij de Plus was het 1+1 op de Witte Reus. Die heb ik weer even meegenomen. Ik heb de Ocean. Dus dat vond ik wel lekker. Daar heb ik er 2 van. En die. Dan heb ik even een frietsaus meegenomen. Dan heb ik wafelzachten gekocht. Ik heb de stip en streep. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe deze ruikt. Die was ook 1+1 gratis. Oeh, hij is heel lekker. Ik ruik hem gelukkig wel. Maar deze is nieuw en ik was wel benieuwd hoe die was. Dus die heb ik 2 keer meegenomen. Want 1+1. Dan heb ik een pakje met hamlapjes gekocht. En haricot verts. En dus er zit nog een fles in met de water, zeg maar. Ik ben heel even bij de Zeeman geweest. Ik heb daar een bak gekocht voor de waspoeder. Want ik had dus een hele grote box, zeg maar, met waspoeder. Maar eigenlijk is dat gewoon een kartonnen doos. Maar het is niet zo handig, want dan moet ik steeds naar boven waspoeder pakken. Ze hadden gewoon deze bakken voor waspoeder. Dus ik dacht, nou, die neem ik mee. Voor de mensen die het willen weten, deze kost €2,99. Dus dat vond ik wel een mooi prijsje. Klopt dat eigenlijk? Ja, klopt wel. Ik heb deze gekocht. Die vond ik heel leuk. Voor de Pasen. Een Happy Easter. En die was €1,99. Vond ik wel leuk. Want ik ga natuurlijk binnenkort weer mijn paasspulletjes neerzetten. Dus die heb ik eventjes bij de Zeeman gehaald. Mijn nieuwe piercingstaafje binnen. Kijken hoe lang deze is. Ik hoop dat die lang genoeg is nu. Het ringetje is er echt uit. Ja, deze is heel lang. Dus die ga ik straks ook eventjes in proberen te doen. Ik ga ervan uit dat deze nu past. Dan heb ik spekjes. Ik zou ze bij de bodem meenemen, ben ik vergeten. Ik heb even een nieuwe micellair water gehaald. Voor sensitive skin. Dat is ook wel handig. Die is gelijk al in een pompje. Die is gewoon van Shen. Maar deze is voor een droge en een sensitive skin dus. En hier zit bamboewater in. Dus ik ben wel benieuwd. Hij is parfumvrij trouwens. Nee, doe ze even niet zo vervelend. Dan heb ik slaapdrinken bij Lidl gekocht. Een heel groot pak. Dan heb ik even een setje met aanstekers gekocht. En ik heb hem eigenlijk... Ik had ze nodig hoor. Ik bedoel, ik heb ze niet gekocht omdat ik ze niet nodig had. Maar er was er eentje uitgevallen. Maar ik vond deze wel heel tof die erin zat. Want kijk, hier zit een lipstift op. En ook nagellak, een pump. Die vond ik wel heel tof. Dan heb ik Rosti rondjes. Hier had ik geluk mee. Ik was bij de Boni en er stond een bordje voor €1,79 de Rossi rondjes. En toen kwam ik bij de kassa, toen sloeg hij toch de normale prijs aan. Dus ik zeg, nou, er stond eigenlijk een bordje voor €1,79. Nou, wat bleek, het was eigenlijk de actie van vorige week, maar ze waren het bordje vergeten weg te halen. Maar ik kreeg hem wel voor de €1,79 alsnog mee. Dan heb ik de aardappelschijfjes. De toetjes heb ik weer meegenomen. Boontjes heb ik gekocht. En als laatste
een zakje met patatjes. Dus dat waren de boodschapjes. Ik ga het even opruimen en dan ga ik eventjes proberen zo de piercing erin te doen. Dus dat is even de planning. Dus ik ga nog mooi even wat dingen doen. Zo, ik heb de piercing erin zitten. Ik weet niet of jullie hem heel goed kunnen zien. Ik heb wel eventjes een plaatje. Ik zal dus even een fotootje in beeld zetten hoe het eruit ziet nu. Het staafje is echt wel te lang. Dat wist ik ook. Maar ik wist gewoon niet meer wat er ging passen. Ik vind het nu ook niet zo erg, want mijn oor voelt echt pijnlijk aan. Hij is heel rood. Het begon zelfs een klein beetje te bloeden. Ja, dat had ik al wel verwacht. Want de afgelopen dagen is het zo'n gebeur geweest met staafjes proberen erin te doen die dan weer te kort waren. Eigenlijk gewoon van alles proberen wat niet lukte. Nou, dan gaat dit er dan wel in. Maar net wat ik zeg, hij zit dus wel een tikkeltje in mijn oor. Maar ik heb eigenlijk overal dat het wel iets uitsteekt. Het is niet overal zo heel ver. Maar deze steekt ook wel wat uit. Ik weet gewoon niet wat de goede maat voor dit is. Maar voor nu vind ik het even dikke prima. Voorlopig gaat er even helemaal niks meer uit. Laat het eerst maar eens eventjes lekker bijkomen. Want dit was niet prettig. Mijn coach vond trouwens het ringetje wel heel leuk zijn. Ik zeg, ja, het staat ook wel heel leuk. Zeg, maar het is zo onhandig. Ik heb er zoveel pijn aan. Kijk, nu kan ik er ook nog niet op liggen. Omdat het heel pijnlijk is. Maar met dat ringetje kon ik er helemaal niet echt fijn op liggen. Ik ga het gewoon eventjes straks lekker met douchen ook weer eventjes wassen met desinfectiezeep. Even vanavond lekker met het piercingspul gewoon insmeren. En dan denk ik dat hij weer eventjes lekker bij kan komen in mijn oor. Ik had jullie nog wel even bij willen zetten, maar het was eigenlijk gewoon niet te doen. Het was zo'n drama om dit dingetje erin te krijgen. Ik heb uiteindelijk zo'n moeilijke manier gevonden. Ik heb dat ringetje erin moeten doen. Daar heb ik in feite dat staafje aangeschroefd, omdat deze interne geschroefd is. En eigenlijk toen ik het ringetje er voorzichtig probeerde uit te halen, toen trok hij het staafje mee. Nou, toen moest het balletje nog op, dat was helemaal een drama. Dit was geen handig iets. Het is niet handig om dit zelf te doen in ieder geval. Ik denk, het is ook zo anders, weet je. Als het bij zo'n piercingzaak doen, dan wordt het voor je gedaan. En dan, het zal wel. Maar het zelf doen is niet zo heel erg handig. Maar goed, voor nu zit er in ieder geval weer een knopje in. Daar ben ik heel blij mee. Niet meer dat gepier met dat ringetje. Dus ik ga het nu gewoon eventjes lekker laten genezen. Boodschappen zijn lekker opgeruimd. Ik ga zo meteen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en lekker eten. Vanavond is het natuurlijk weer tijd voor Flikken Maastricht, aflevering 2. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat ik ook nog even mijn huis vol, je huis op orde terug wil kijken. Leek ook wel een heftige aflevering als ik de beelden zo zag. Ik ga de batterij even opladen, want die is ook alweer leeg. En dan ga ik vanavond lekker mijn video in elkaar zetten, mijn blogpost schrijven. Ik moet nog een nieuwe Netflix-serie uitzoeken en ik weet nog niet wat. En dan ga ik later lekker weer eventjes Videoland kijken. Dat is voor nu in ieder geval eventjes de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Eventjes lekker relaxen en even wat water drinken. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 25 februari. Ik ben klaargemaakt. Het zonnetje schijnt. Het is een wonder. Ik moet heel eventjes een nieuwe batterij erin doen, zie ik. Ondanks dat de zon schijnt is het buiten niet warm, want het is maar 6 graden. En ik moet zeggen, ik heb gisteren, nadat ik thuis was gekomen van de boodschappen, het ook eigenlijk niet meer warm gekregen tot ik ging douchen. Ik vond het gewoon best wel fris. Dus het is niet super warm, maar ik zit nu gewoon lekker warm binnen. Dus dat is prima. Ik heb gisteravond gekeken naar Flikken Maastricht en hier is nogal wat commentaar op gekomen. En ik probeer het een beetje uit te leggen zonder te spoileren. We hebben namelijk eigenlijk al vanaf vorig seizoen te maken met Eddie. Deze rol die wordt gespeeld door Tycho Gernot, want die overigens super goed doet. Want het is echt een bad guy en op de een of andere manier staan die rollen hem toch het beste. Ik zie hem nu ook in Dr. Tinus en daar is hij dan weer een heel ander karakter. En het is ook wel leuk om hem in zo'n rol te zien. Maar de bad guy, dat staat hem toch een beetje op zijn lijf geschreven voor mijn gevoel. Omdat hij ook wel echt van die gezichten kan trekken waarvan je eigenlijk zou denken, als ik zo iemand in het echt tegen zou komen, zou ik er van wegrennen. Althans, dat is mijn gevoel dan. Vorige week kwam dat eigenlijk een beetje tot een hoogtepunt, leek het. Want daar gebeurde wat en volgens de Belgische politie zou dit personage dat ook niet overleefd kunnen hebben door heel veel factoren. Ik heb toen meteen gezegd, ik geloof dit pas als ik een lichaam zie. Eerder geloof ik het niet. Het lichaam zou ook eigenlijk niet teruggevonden kunnen worden. Maar ik heb gelijk gezegd, ik geloof dit niet. Ik had het er gisteren ook nog over met mijn coach en die stond daar ook hetzelfde in.
Die kijkt dat ook. Tot we gisteren Eddie weer in beeld zagen. Maar wat mij eigenlijk gelijk opviel is het feit dat we zijn gezicht eigenlijk niet echt meer te zien kregen. Er zat wat haar voor, er zat een capuchon overheen. We zagen eigenlijk heel weinig. Ik had wel zoiets... deze neus is wat anders, want Tycho die heeft een beetje een herkenbare neus. En het leek ineens of hij een hele andere neus had. Maar ja, ik dacht ook, misschien is het, de hoek van het filmen, je weet het niet. Maar goed, we zagen later ook nog wel een ander shot waardoor je hem beter zou kunnen zien. Maar het was nog niet van heel dichtbij gefilmd. En toen las ik dus gisteravond op Facebook dat Tycho deze rol niet meer op zich neemt. Deze rol is overgenomen, want er zijn wat privéomstandigheden waardoor Tycho heeft gezegd ik ga deze rol niet meer doen, wat ik super jammer vind. Want hij deed het zo goed. Ik weet natuurlijk niet hoe de rol verder neergezet zal worden door de nieuwe acteur. Acteur, het is eigenlijk een cabaretier. Ik weet zijn naam zo even niet meer. Ik kan het wel eventjes opzoeken wie het nu overneemt. Ik heb gelijk ook even gegoogeld toen ik het las. Want ik dacht, oh, dan wil ik toch even kijken wat er voor gezicht daarbij zit. Dus ik eventjes kijken hoor. Ruud Smulders neemt deze rol nu over. Maar goed, omdat je dat dus heel weinig van zag, hebben heel weinig mensen dit waarschijnlijk doorgehad. Maar goed, er was dus een beetje commotie over dat we hem nu toch weer zagen. En dat mensen zoiets hadden van dit is heel ongeloofwaardig. Nou ja, ik heb daar zelf niet zo heel veel moeite mee, want dat maakt het ook wel weer spannend. Maar ik heb er weer van genoten. Ik heb daarna even je huis op orde gekeken. Daar ben ik wel heel erg van geschrokken. Het was dit keer een woonboot. Deze boot stond letterlijk helemaal vol. Deze vrouw die was haar man verloren een aantal jaar geleden, had twee dochters. Haar ene dochter die woonde nog wel op de boot, zijn andere dochter die was inmiddels uitgevlogen. Ze hadden een kelder die helemaal vol stond, maar ze hadden op een gegeven moment die hele boot leeg. Alleen ze wilden alles naar de verkoophoek doen. Je hebt dus drie hoeken, verkoop, doneer en weg. Alleen de spullen waarvoor je zegt ik wil dat gaan verkopen, dat komt dus wel terug in je huis, want je moet het zelf gaan verkopen. Maar alles was, oh nee, dat kan naar de verkoop, naar de verkoop. Dus op een gegeven moment zeiden ze ook echt van, ja, maar besef je wel dat dit weer terug jouw boot in moet? Ja, ja, maar dat past gewoon allemaal en ik wil dat gewoon. En ze wilden eigenlijk niks wegdoen. Dus ik vroeg me wel een beetje af, ja, waarom doe je dan mee aan dit programma? Want je huis wordt er eigenlijk niet leeg van. En misschien dat het wel echt ging verkopen, hoor. Maar ja, ik weet het niet. Weet je, dat moet ook maar lukken. En ze stond ook wel op rommelmarkten en zo. Ik vond het een beetje een vervelende vrouw, als ik heel eerlijk ben. Ik heb de video in elkaar gezet, ik heb een blogpost geschreven. Toen ben ik met een nieuwe serie begonnen, die heet Gypsy. Ja, ik kan er eigenlijk nog niet zo heel veel over zeggen. Dus even afwachten, daarna heb ik lekker Videoland gekeken. En toen ben ik lekker mijn boek gaan lezen. Vandaag op de planning, ik wil eigenlijk eventjes een nieuw gaatje boren in de douche. Ik heb nu mijn handdoekje hangen en die hangt op een niet fijne plek. Die wil ik eigenlijk even verplaatsen. Dat zal ik wel eventjes laten zien zometeen. Ik ga ook even nog mijn kwasten wassen, maar dat laat ik later nog even zien. Dat plak ik er niet allemaal achteraan, want ik denk dat ik hier wel even zoek mee ben. Maar goed, dat komt later dan nog eventjes. Dus ik ga jullie gewoon proberen mee te nemen vandaag. Nou kijk, mijn handdoekje hangt nu hier, maar het is heel erg onhandig, want hij hangt letterlijk boven mijn handdoeken. Dat vind ik gewoon niet handig. En ik wil het handdoekje dus naar hier verplaatsen eigenlijk. Dat hij hier zo hangt. Of hier denk ik zelfs. Maar ik wil dus wel in de voeg gaan boren. Dus dat ga ik eens even proberen of dat lukt. Dus laten we dat maar eens eventjes gaan bekijken. Die hangt nu hier. Kleine aanpassing, maar zoveel beter als dat je nu naar die andere kant toe moet. Dus ik vind het ideaal zo, dus ik ben er blij mee.
Nu de la met primers. Ik had al wat primers in bakjes gedaan, maar ik kwam dus wat tekort. Dus die ga ik ook gelijk eventjes weer netjes in de bakjes doen. Dan is dat ook weer klaar. Zo blijft het allemaal een beetje netjes. En ik heb er nog 3, dus het kan prima. De katjes zijn de laatste blokjes lekker aan het opsmikkelen. Ik heb best wel wat dingetjes kunnen doen, gelukkig. De keuken weer een klein beetje opgeruimd, wat opgeruimd kon worden. Het handdoekje hangt nu op een andere plek, vind ik zelf heel fijn. Ik heb trouwens gewoon in de voeg geboord, dus niet in de steen hoor. Dus mocht je afvragen, zit je nou in de stenen te boren? Nee, gewoon in de voeg. En ja, dat ging goed. Nou, eventjes lekker de... primers weer even lekker opgeruimd, is ook altijd wel fijn. Eventjes een kleine update over mijn piercing nu. Omdat er nu natuurlijk een nieuw staafje in zit. Ik merk wel dat er wat troep achter zit nu. Dat komt toch wel, ja, omdat het toch best wel een... eventjes een heftig weekje is geweest voor dat piercing gaatje natuurlijk steeds geprobeerd wat anders erin te doen wat niet lukte. Nou ja, gisteren natuurlijk een beetje bloed. Ik ga het nu straks gewoon eventjes met douchen ook weer wassen met desinfectiegel. Ik smeer het nou ook gewoon weer eventjes lekker in met het speciale piercing spul. En dan denk ik dat het wel goed gaat. Het doet nog wel pijn hoor als ik eraan zit. Maar de meeste pijn is wel vertrokken, maar ik voel het nog wel licht. Maar omdat er dus nog een beetje troep achter zit zo nu en dan moet ik dat eventjes goed schoon houden. En dat komt op zich ook wel goed hoor. Dat is niet het grootste probleem. Maar het is gewoon eventjes een beetje voorzichtig doen nu. Maar ik ben nog steeds wel blij dat er nu iets anders in zit. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je weer weet ik veel. Dat ga ik weer meedoen. Ik hoop dat ik het een beetje goed kan. Vorige week was een beetje een drama. Maar we gaan het deze week wel weer zien. Ik ga denk ik even de alles kunnen kijken, vind ik ook altijd wel leuk. Dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte alvast in elkaar zetten. Dan ga ik eventjes mijn Netflix serie kijken, weer Gypsy. En daarna weer eventjes Videoland en dat is het dan ook wel. En dan vanavond even lekker verder in mijn boek. Maar ik merk nog steeds dat ik dan nog best wel moe word. Dat ik het niet meer zo lang volhoud als eerder. Maar of het dan gewoon nog een beetje nasleep is van de week, ik weet het niet. Maar dat komt vast wel weer goed. Ik ga straks wel even nagellak trouwens afhalen. Die zit er nog op, maar die kan er nu lekker af. Dus dat is ook wel fijn. Ik ga die dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan eventjes lekker relaxen en mijn eigen dingetjes doen. Dus dat is verder ook niet interessant. Mijn moeder schrok wel trouwens dat mijn oor zo rood was. Maar ik zei dat trekt wel weer weg. Maar goed, ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag, deze zondag. Het is 26 februari. Het is super zonnig. Ajax die gaat zo beginnen tegen Vitesse. Het is Vitesse Ajax, dus ik ben wel heel erg benieuwd. Het is op tv, dus ik heb daar geluk mee. Dus dat is wel fijn. Het is niet fijn zo. Ik zit echt recht met mijn gezicht in de zon. Ik heb gisteravond weet ik veel gedaan. Ik moest ergens wel een beetje lachen, want er zit dus in goede tijden sinds kort een nieuw personage. Jonathan, dat is de lang verloren zoon van Henk. En hij speelt dus een advocaat, maar hij zat dus gisteren bij weet ik veel. En ik weet nog, toen hij zeg maar in goede tijden kwam, toen zei mijn moeder, hé, dat is Thijs. Ik zeg, wie is Thijs nou weer? Ja, die heeft meegedaan aan Expeditie Robinson. Ik zeg, oké. Maar toen zag ik dus hoe jong deze jongen nog was. Hij is pas 26. Dus ik zei tegen mijn moeder, ik zeg, nou, dat wordt een rol die hij speelt best wel ongeloofwaardig, want hij speelt een advocaat. Maar toen begon hij inderdaad uit te leggen. Ze hebben hem wat ouder doen lijken doordat hij nu in goede tijden een bril moet dragen. Want eigenlijk moest hij in 40 spelen, maar gaat hij dus lang niet voor door. Dus ze hebben hem nu een 30er laten spelen. Dus ik zelf ging niet zo heel erg lekker. Ik heb uiteindelijk geen voldoende weten te halen. Dat is wel jammer, maar ja goed, dat heb je soms. Maar het was evengoed wel weer leuk om mee te doen en naar te kijken. Daarna heb ik nog even naar alles kunnen gekeken. Maar daar moet ik wel heel erg aan wennen. Want ik was heel erg die VIP's gewend. En ja, dit zijn natuurlijk weer gewone mensen.
Het is wel heel knap. Er zit één jongen bij, die zit in een rolstoel en die doet hier ook aan mee. En die is nog steeds door. Dus hij doet het best wel goed, maar wel heel kundig dat hij dat dus kan. Ik bedoel, dat je dan wel... Hij mist volgens mij allebei zijn benen, als ik het zo zag. Maar dat je dan wel dit soort dingen kan, dat is wel heel knap. Maar ja, misschien als je al heel lang in een rolstoel zit, dat je op een gegeven moment gewoon heel veel armkracht krijgt. Maar ik vind het wel knap. Nou, ik heb de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet al. Ik heb daarna lekker mijn Netflix-serie weer gekeken en Videoland. En toen ben ik lekker mijn boek gaan lezen en gaan slapen. Vandaag niet zo heel veel op de planning. Ik ga gewoon wel even stofzuigen en de bakken scheppen. Ik ga even de groenten afhalen en ik ga even mijn nagelriemen terugduwen. Want die zijn een beetje, ja, komen er een beetje bovenuit. Vind ik niet zo mooi. En ik ga uiteraard genieten van Ajax. Straks wel even foto's maken. Dus ik zal straks nog wel even de spullen laten zien. Maar verder wordt het een beetje rustig aan eigenlijk. Dus dat ga ik nu gewoon eventjes doen. Dus ja, dat is voor vandaag eventjes de planning. Ik moet trouwens nog wel heel erg wennen aan het handdoekje dat nu aan de andere kant hangt. Want ik ben nog steeds heel erg geneigd om naar de oude plek te lopen. Omdat ik dat zo gewend was. Maar ik moet gewoon eventjes wennen dat hij daar heen gaat. Dat ik dan nu aan de andere kant mijn handen moet afdrogen. Maar goed, dat komt ook wel weer goed. Dus maar nu even lekker genieten van Ajax en mijn kleine dingetjes doen. Zo, ik heb even fotospullen gepakt. Ik heb hier een brow powder set. Een waterproof setje van Catrice. Voor de wenkbrauwen in de kleur 10-010S blond. Dan heb ik hier van de Hello Good Stuff line een Glow Serum Primer. Heel benieuwd naar. En ik heb hier van Labello de Vegan Naturally lippenbalsem met hennepzaadolie en chia butter. Ik ben heel erg benieuwd. Dus ik ga hier nu even foto's van maken. De wedstrijd staat inmiddels 1-1. Dus ja, dat was een beetje jammer. Vitesse scoorde eerst, maar Ajax maakte al heel snel de gelijkmaker. Dus nou, even mooie foto's maken hiervan. Nou, Ajax heeft uiteindelijk gewonnen. Het is 1-2 geworden, dus wel fijn. Het was wel een spannende wedstrijd. Er zat wel veel... ja, het was niet een hele makkelijke wedstrijd, maar het maakt het ook wel spannend als het iets moeilijker is. Maar ik ben weer blij met de winst. Foto's zijn gemaakt. Ik kan straks de lamp even opruimen. Dus wat dat betreft prima. Ik heb de was even naar boven gebracht. En nou, dat is ook allemaal wel weer mooi klein. Dan kan ik van de week weer even flink aan de was, want ik heb wel een volle wasmand. Maar dat komt wel goed. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik eventjes een aflevering van Nieuw Amsterdam terug. Ik ga undercover in Nederland, of nee, undercover in Nederland, het is het helemaal niet. Steegman op de Bres kijken, ik ga mijn nagels even doen. Ik heb mijn nagelriemen eventjes gedaan, dat is ook wel fijn, want die staken heel erg uit. Ze zijn nu wat korter, kan ik het even lekker insmeren met olie, dus dat is ook altijd wel fijn. Ik ga vanavond weer foto's bewerken en mijn Netflix-serie kijken. En daarna weer lekker Dr. Tienes, dus dat wordt het ook wel. En lekker mijn boek lezen. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu eventjes alles. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze gewoon zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 27 februari. Ik ga mezelf even klaarmaken, want ik moet straks naar het ziekenhuis. Ik heb er weinig zin in, kan ik je wel vertellen, maar ja, ik moet eventjes. Ik heb dus weer een... Zit hier nou een doekje op? Weet ik niet. Nee, zo te zien niet. Ik heb dus weer een afspraak om te kijken hoe het nu staat met de cellen die toen gevonden zijn. Of het is gaan groeien, ja of nee. En of het allemaal nog rustig is, dus... Ja, ik heb er niet heel veel zin in, kon ik je wel vertellen, maar daar moet ik er maar eventjes doorheen. Het zijn natuurlijk niet de leukste afspraken, maar ja, het is even wat het is. Ik pak ondertussen even wat spullen. Tja, mijn vader die komt al wat eerder, want die zou dus even naar mijn deur kijken. Ik kom ondertussen eventjes mijn kasten, want die liggen hier nog. Dus daarom komt hij ook al wat eerder. Een stofje. Ik heb gisteravond weer even Nieuw Amsterdam gekeken. Ik geloof dat ik nog 2 afleveringen heb nu. Maar het was op zich wel weer heel leuk hoor. Wel weer interessant. Dus ik heb er wel weer van genoten moet ik zeggen. Dat is op zich prima. Ik heb niet al te best geslapen. Want ik had een beetje last van geluid.
Dus dat was eventjes minder. Nou, ik heb naar Nieuw Amsterdam nog eventjes gekeken naar Stegeman op de Bres, was de laatste aflevering. Was ook wel weer interessant. Ja, ik hou wel van dat soort programma's. En nou, toen ben ik alvast een thumbnail gaan maken voor de video die morgen online komt. En heb ik mijn foto's bewerkt, want ik had nog wel wat tijd over. Dus ik denk, nou, nu kan het mooi, dus waarom zou ik het niet even afmaken? En ja, toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Oeh, chips. Verkeerde kwast. Waar ben ik mee bezig? Dat was op zich ook wel weer spannend. En daarna weer even Dr. Tinus. Dus dat was het allemaal ook wel weer. Ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik even lekker mijn boek gelezen. En dat was ook wel weer fijn. Ik heb mijn nagels gedaan. En ze zijn dus deze kleur. Ik weet dus nu niet hoe dit lakje heet. Want dat kan ik denk ik zo niet zien. Ik moet even de bril voor opzetten. Gaat dat? Ja, dat kan net. Dit is de 04 Group at Heart. En deze komt uit de Beauty Beat collectie. Is ook al een hele oude hoor, van Essence. Maar maakt niet uit. Hij werkt nog. Dus ik vind het wel een leuk kleurtje weer. Ik ga zometeen nog eventjes, als ik klaargemaakt ben, eventjes de bakken scheppen van de katten. Moet ook eventjes gebeuren. Even stofzuigen. En dan ja, is mijn vader er ook wel straks. En dan ga ik eens naar het ziekenhuis. Dus ja, dat is eigenlijk voor vandaag eventjes de planning. Ik ben nog niet heel zenuwachtig, maar ik denk als ik straks eenmaal bij het ziekenhuis ben dat het wel komt. Of ik ben het een beetje aan het overgroeien. Dat kan ook. Want vroeger zou ik echt al heel veel zenuwen hebben gehad. En dat valt nu gelukkig wel mee. Dat is natuurlijk alleen maar fijn. Want ik ben altijd zo'n zenuwpeestje geweest. Maar goed, dat dus. Ik ga mezelf even verder klaarmaken. En eventjes mijn legging nog afrollen. Want er zit heel veel haar op. Dus ja. En dan zie ik jullie sowieso wel weer eventjes als ik terug ben. Nou jongens, daar ben ik weer. Het is inmiddels ook 9:10 bijna. Ik bedacht me ineens, ik moet nog vloggen natuurlijk. Ik ben natuurlijk bij het ziekenhuis geweest. Het was allemaal op zich ja, verder wel prima. Ik weet alleen nog niks, want dat duurt 2 weken voordat ik daarvan de uitslag krijg. Ik dacht dat ik weer een heel onderzoek zou krijgen inwendig, maar dat was niet zo. Ze hebben gewoon weer eventjes wat cellen afgenomen om te kijken wat slijm en zo, om te kijken of het er nog in zit. En als dat zo is, dan zal ik weer het ziekenhuis toe moeten om nog weer verder te kijken. Maar ja, dat is gewoon even afwachten. Dus nou ja, dat heb ik allemaal weer achter de rug. We zijn daarna nog even naar de stad geweest. Mijn vader moest even wat halen voor mijn opa. Daar heb ik nog een klein stukje voor jullie gefilmd.
Maar dat was het ook wel. De deur die doet het in ieder geval weer. We hebben het uiteindelijk omgezet van de deur van de woonkamer. Omdat ik die eigenlijk nooit gebruik. Want deze die kregen we niet goed. Dus nou ja, dat hebben we zo gedaan. Dus dat is voor nu prima. Ik heb net even koffie gemaakt. Nu ga ik zometeen lekker goede tijden afkijken. En daarna lekker zitten terwijl mijn nieuwe seizoen begint weer. Daar heb ik wel zin in. Dan ga ik even de video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken en dan daarna weer eventjes lekker Videoland. Dus dat wordt het ook. Dus verder eigenlijk nog weinig nieuws. Dus al wacht, over 2 weken word ik gebeld en dan hoop ik weer meer te weten. Dus dat laat ik jullie dan natuurlijk wel weer weten. Dus eigenlijk zover. Dus ik ga nu eventjes lekker goede tijden weer verder kijken. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer, want verder heb ik eigenlijk weinig te melden. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 28 februari. Ik ben klaargemaakt en ik heb het koud. Het is 7 graden buiten. Het is ook niet super warm, maar het zonnetje schijnt wel. Het is de laatste dag van de maand alweer. Deze maand is echt heel snel gegaan. Het is natuurlijk ook altijd een hele korte maand, februari. Gisteren ook nog even weer minder leuk nieuws gekregen. Oma die heeft corona alweer. Ze is er verder gelukkig niet ziek van. En als je erheen gaat moet je zeg maar wel in een bepaald pak en een schort. Maar ze zit dus wel in quarantaine in zoverre dat ze op haar kamer zit. En het was mij niet helemaal duidelijk dat je niet meer echt in quarantaine hoefde. Maar dat was dus toch wel zo. Maar het wordt dus nu natuurlijk wel meer afgedaan als een griepje. Maar ja, ik maak me er toch wel zorgen over, omdat ze natuurlijk op leeftijd is. Dus ik hoop wel heel erg dat ze, dat dit weer goed komt. Maar gelukkig dat ze er verder niet echt ziek van is. Ik moet heel erg wennen dat mijn deur het weer doet. Ik was heel erg gewend om aan die deur te trekken natuurlijk, omdat ik hem zo moeilijk open kreeg. Maar ja, nu het weer gewoon doet, is dat heel erg wennen. Dat betekent natuurlijk wel dat mocht ik hier ooit weggaan, dat ik wel moet zorgen dat de deur in de woonkamer ook gewoon werkt. Ja, omdat ik die zelf nooit gebruik, was dit voor nu even een prima oplossing. Want ik dacht ook, ja, als ik hem moet laten zoals die is, dan ga ik 's nachts niet slapen. Want dan heb ik gewoon katten in mijn bed. En ik heb laatst al een keer uitgelegd dat dat niet echt voor mij niet echt werkt. Ik heb gisteravond lekker weer Chateau Meiland gekeken. Dat was wel weer heel erg genieten. Dus dat vond ik zelf wel heel leuk. Ik heb nog even een spel gedaan met de groep. Dat was wel weer leuk. Toen ben ik mijn video in elkaar gezet en heb ik een blogpost geschreven. Dat ging allemaal eigenlijk vrij vlotjes. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Ik vind Gypsy wel een hele leuke serie, maar ik vind het soms ook wel een beetje gek. Want het gaat over een therapeute en zij gaat een beetje te diep in, vind ik, op haar patiënten. Bijvoorbeeld één patiënte die heeft het steeds over haar dochter en dan gaat ze contact zoeken met die dochter. Ze zegt natuurlijk niet dat ze de therapeut is van haar moeder, maar ze gaat dus uitzoeken waarom die dochter dus niet wil wat haar moeder vertelt. En het is ook nog met een andere cliënt zo, of een patiënt zo, die heeft dan ook met zijn ex-vriendin, dan gaat ze contact zoeken met die ex-vriendin. Nou, ik vind het heel gek. Ik snap niet helemaal wat hier de bedoeling achter is, maar oké. Daarna weer eventjes lekker Dr. Tienes gekeken. En toen ben ik naar bed gegaan en heb ik mijn boek gelezen. Die is bijna uit. Ik heb een beetje veel overlast. Momenteel, er wordt heel veel geschoven. En er was straks een beetje harde muziek. Dus ik ga zo meteen met poetsen ook even lekker mijn eigen muziekje draaien. Want ja, hè? Ik vind dat sowieso wel lekker. Maar ja, ik hoef natuurlijk ook niet al dat overlast te pikken. Ik ga zo meteen eventjes lekker de gang doen, de kattenbak in de douche. Ga ik even de vochtvreters neerzetten in de douche. Even kijken wat dat gaat doen, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus zometeen even lekker aan de gang. De handdoeken die heb ik al opgevouwen. Ik heb nog wel even wat dingen voor jullie gefilmd al. Dat kan ik jullie naar laten kijken. Ze kunnen die straks ook weer een mooie schone douche in. Dus dat is voor nu even de planning. Dus dat ga ik eventjes doen. Oh jongens, ik ben zo teleurgesteld. Gisteren kon de deur dus eventjes niet dicht. En omdat wij weg moesten, heb ik de deur gebarricadeerd. Omdat de binnenkant helemaal kapot was van de deur. Dus hij kon niet meer helemaal dicht. Dus ik heb er allemaal spullen voor gezet. Maar het tijgertje was sterker dan de spullen. En die heeft dus aan mijn pannenkoekplantje lopen eten. Dus ik hoop echt dat hij nu weer gaat groeien. Want ik vind het zo jammer. Ik ben echt een beetje teleurgesteld. Ik was ook echt wel een beetje boos op het tijgertje. Ik heb wel gezegd, van ik vind het niet lief wat je hebt gedaan. Maar ja,
Zij is dus toch de slaapkamer ingegaan en heeft dus dit aangericht. Dus ik moet even kijken dat hij eigenlijk ergens in de zon kan. Maar ik kan hem dus niet in de woonkamer zetten, want dan gebeurt er dus dit. Dus ja, ik ben echt wel teleurgesteld. En ook het laatste inktbakje is nu compleet. Deze ontbrak nog, de paarsblauwe variant. En die heb ik nu ook. Dus ik heb ze nu helemaal compleet. Maar ik denk dat ik hier nog wel een losse video over ga maken. Want ik heb ze nu dus alle vier. Er zijn in totaal dus vier van deze blikjes. Maar deze ga ik zo eventjes bij de andere neerleggen. Dus die heb ik ook lekker compleet. Ik heb van mijn moeder weer lekker pikhaantjes gekregen. Die kun je alleen kopen waar mijn moeder woont. Dus dat is wel super lekker. Dus die heb ik weer lekker gekregen. Dus die ga ik de komende 2 dagen lekker van genieten. Het zijn er 2. Ik vind het altijd zo lekker. Het zijn eigenlijk van die paasdingetjes. Maar het zijn gewoon heerlijke broodjes. Dus die ga ik lekker morgen opeten. Heel veel zin in. Want hier hou ik altijd heel erg van. Maar ik kan ze hier nergens kopen. Dus ja, die had mijn moeder heel lief voor mij gekocht. Ik ben lekker klaar. Dat was wel heel fijn hoor. Weer alles lekker gedaan. Dus dat voelt gewoon altijd heel, heel fijn, vind ik zelf. Geeft altijd me zo'n fijn en fris gevoel. Ik word er gewoon heel blij van. Ik heb nu nog een was erin zitten. Die is bijna klaar. Wat mij opviel bij de vochtvreters is dat er dus niet meer zo'n grote deksel op zit. En dat was voorheen wel. En misschien is dat ook om plastic te besparen. Of hij moet nog onderin de tas van de Action zitten. Maar dat lijkt me haast terug. Want ik heb hem er net afgehaald met het kartonnetje. Maar er zit dus niet meer echt zo'n deksel op. En dat stond nog wel achterop dat zakje. Maar goed, ik heb het er nu in zet. Dus ik ben benieuwd of het effect heeft in de douche. Misschien is het ook wel helemaal niet handig. Maar we gaan het wel zien. Dus ik heb er voor nu even 1 neergezet. En ja, ik kan er altijd later nog eentje bij zetten. En anders komt hij hier in huis ergens ook nog wel van pas. Want ik heb boven is het ook aardig vochtig. Dus zou die ook boven kunnen staan. Maar ik ga het gewoon eens eventjes uitproberen hoe dat werkt. Nou, de douche lekker schoon. De handdoeken liggen alweer op zijn plek. Dat vind ik ook altijd wel fijn. Ik moet eigenlijk vanavond nog even 1 wasrabmand een beetje leegruimen. Misschien dat ik wel even dat doe tijdens de televisie kijken. Vind ik ook altijd wel relaxed. Dus altijd van die klusjes die kun je lekker zitten doen. Dus dat is op zich wel lekker. Dus ja, ik ben wat dat betreft wel weer tevreden. Nog even de schone badmatjes pakken. Die wil ik dan weer eventjes lekker neerleggen. En dan is alles ook wel weer lekker schoon. Ik zit ook net eventjes. De katten zijn nog aan het eten. Tarentje wilde niet echt eten. Ik weet niet of ze het eten wel zo heel lekker vindt. Maar ik had het dan laatst bij de Boni gekocht. Maar ik heb het idee dat ze het niet zo heel fijn vindt. Maar eigenlijk qua prijs maakt het nu niet meer uit. Want ik zag vorige week dat die daar ook weer net zo duur was als bij de Plus. Dus dan kan ik het ook daar gewoon weer halen. Of misschien had ze gewoon niet zo heel veel trek. Dat kan natuurlijk ook. Er staan natuurlijk gewoon de hele dag door brokjes. Dus nou ja, we gaan het wel zien. Alles is lekker gedweld. Dus ja, heerlijk. Morgen even de woonkamer lekker goed doen. Dat is ook wel eventjes nodig. Want het is hier ook wel een beetje vies alweer. Maar dat is weer lekker een klusje van morgen. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik weer kijken naar Married at First Sight. Ik ben wel benieuwd. Het is koppelsweekend. Dit loopt ook bijna ten einde. Ik denk dat we nog na deze week nog 1 week hebben en dat het dan ook klaar is. Dus dat is wel weer fijn.
Of fijn, nou ja, goed, er komen er vast weer andere nieuwe programma's. Maar ik heb ook nog best wel wat dingen terug te kijken. Ik had trouwens een knotje in, maar dat knotje was uitgezakt. Ik heb nu mijn andere stick weer gevonden. Die heb ik er nu even ingedraaid. Dat knotje was op zich wel, ja, zat op zich wel lekker. Want het zit een beetje uit je, ja, uit je nek en zo. Verder ga ik denk even een stukje van Help Mijn Man Is Klussen kijken. Dat had ik opgenomen, dat heb ik gisteravond niet gekeken. Ik ga de vlog afmaken, dan ga ik even foto's bewerken. Dan ga ik lekker verder met de Netflix-serie. Komen nu ook best wel weer goede aan, dus dit zijn 10 afleveringen. Nou, ik ben er natuurlijk nog niet doorheen. Volgens mij zit ik nu pas bij 5 of zo. Maar goed, dan kan ik daarna weer lekker gelijk doorschuiven naar andere series. Dus dat is ook altijd wel lekker. Dan ga ik Dr. Tienes kijken en dan ga ik lekker proberen mijn boek uit te lezen. Dus dat wordt mijn planning voor vanavond. Ik ga voor nu dan ook gewoon de vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een mail zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!